Drentse soldaten vegen het ijs. Spectaculaire manier ijsmeten zonder te prikken en een topdrukte in Bartlehiem. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. We gaan strak rijden met een amfibievoertuig. Waar dan in één werkgang en dat is de sneeuw van het ijs ruimen en dan direct de ijsdikte in kaart brengen. De data wordt verzameld op een computer en die verzamelt dan iedere 5 centimeter een meetwaarde. Dus dan heb je direct een diktewaarde van het ijs en dat kun je dan door met bepaalde software kun je het, kaartjes genereren om te kijken van waar zitten de dikke plekken en waar zitten de dunne plekken. Vanmiddag gaan we zak rijden en dan verwacht ik dat we er vanavond mee aan het werk gaan. En dan hebben we morgen vroeg en misschien vanavond al het eerste meetresultaat. Willem de Groot uit Wenkum, een dorp hier vlakbij. Even ja, de brug onder 6 kilometer hier vandaan. 6 kilometer? Ja. Okay. Ja. En u heeft hem al eerder gereden? Ja, 2 keer. In 86 en 97. Ja, okay. En denkt u dat hij er nu gaat komen? Ja, dan doe ik mee. U bent lid en u heeft een startnummer? Ja, 15.335. Zo, dat is nog maar net aan, hè? Ja, ja, ja. Maar door de jaren heen kom je iedere keer ga je naar voren. Want er zijn ook, die zijn geen lid meer, of die betalen dus niet meer. Ja. En dan, nu zit ik in groep 7. Bij de 7.000 zit ik nu. Brandbos in Bartlehiem. U hoopt dat de Elfstedentocht doorgaat? Ja, het zal mijn vierde editie worden. En als ik hem rijd, dan zou het ook een hele bijzonder zijn. Want ik heb hem vorig jaar namelijk gewandeld. En dan ga ik hem nu schaatsen en van het voorjaar fietsen. Hilbrand Sierga heeft hem 2 keer uitgereden en gaat het nu straks ook een derde keer lukken? Nou, ik hoop het dat ik dit jaar niet denk. Ik ben niet ingelopen dit jaar. Dus ik heb dit jaar pech. Ik heb wel een paar keer gereden in Oostenrijk. Ik heb hem een keer gefietst. Op de Wijsse zijn? Ja, ik heb een keer geschilderd al de Elfstedentocht. Maar nu niet gewandeld dan hier. Dus ik moet nog een keer wandelen. U heeft de Elfstedentocht ook gewandeld. Hoe lang duurt dat? Dat is 5 dagen en dan begin je op maandags en dan slaap je op een echte Elfstedenboot. Op een soort vrachtbrood, zeg maar. En daar doe je 5 dagen over. En de eerste dag begint met een etappe van 52 kilometer. En binnenkort gaat u hem ook fietsen? Ik heb hem ook al een keer gefietst, maar ik ga hem van het voorjaar weer fietsen. In wat voor tijd gaat het gebeuren, als het gaat? Nou, ik denk zaterdag, zondag. Maar nou, zondag wordt gereden, wordt het zaterdag een gekkenhuisje natuurlijk van al die mensen. Dan rijdt het wel maar kapot, denk ik, de baan. Ja, maar denkt u dat het doorgaat? Ja, ik heb wel gevoel dat het wel doorgaat. Ja? Ja. Hoe groot schat u de kans in dat hij alsnog gaat komen? Nou, als ik het hier zo zie met zoveel mensen, ja, dan acht ik de kans groot. En de geruchtenstroom die op komst is, de voorbereidingen die allemaal getroffen worden, ja, denk ik dat hij er wel gaat komen. Ja. Beetje zin in? Ik wel, ja. Maar ik geloof niet dat hij komt. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, de Zuidwesthoek is veel te slecht. En men denkt dus, er doen er 16.000 daar mee. Ja. En de eerste die erover gaan, maar je moet ook rekenen om de laatste die eroverheen gaan. En die moeten dan steeds verder klunen. En het is geen klunpartij, je moet schaatsen. Wat denkt u, gaat die komen? Nou, het wordt heel spannend, denk ik. Ja, weet je. Maar 50% kans? 50%. Ik denk 40. Ja, zoiets. Slecht voor de zaken dit. Wat zei u? Slecht voor de zaken is die niet doorgaan. De koorts, hoe langer de koorts blijft, hoe beter het is. Dit was de nieuwsflits vanuit Bartlehiem. Hier zijn ze er klaar voor. Kijk op onze site vanavond naar de persconferentie, want dan horen we of de tocht doorgaat.